Het levensverhaal van een Langedijker vrachtschip anno 1893. Door de lange en uiteenlopende historie van dit schip krijgt u een compleet beeld van de nautische geschiedenis van Langedijk en van de ontwikkelingen in Noord-Holland en rond de Zuiderzee. Rond 1300. Langedijk grenst nog aan de Grote Waard, een binnenzee. Op het oude wapen van Broek op Langedijk kwam al een tjalk voor. Dit wapen werd ingevoerd in 1818 en opgeheven in 1941. Daarna vormden Broek op Langedijk, Noord- en Zuid-Scharwoude en Oud-Karspel één gemeente. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van een Langedijker vrachtschip. Maar wat is een Langedijker vrachtschip? Langedijkers, een algemene benaming voor een aantal Langedijker scheepstypen, gevormd door de geschiedenis. Langedijkers zijn maatschepen, gebouwd op de maten van de sluizen die ze moesten passeren. De sluis in Alkmaar bepaalde de breedte en die van Langedijk de lengte. Cruciaal knelpunt was de smalle zeswielensluis in de Horendse Vaart bij Alkmaar. Deze was slechts 3,15 meter breed en 14,40 meter lang. Deze sluis werd in de loop der tijd een aantal keren verlengd. Schepen groeiden mee. De bovenbalk markeerde de maximale doorvaarthoogte richting Langedijk. Te zien is dat de van oorsprong in steen gebouwde sluis in hout verlengd is. In 1919 tot 20 meter, 18 meter schutlengte, en in 1922 tot 26,4 meter. Hier de locatie van deze zeswielensluis in de Horendse Vaart. Na de eerste verlenging van dit knelpunt in 1919 werden veel Langedijker schepen verlengd, van 13 naar 18 meter. Het laadvermogen ging daarmee van 20 naar 33 ton. Na de tweede verlenging van de zeswielensluis in 1921 konden schepen van ruim 22 meter de sluis passeren. Het scheepstype veranderde van zeilende tjalken in ijzeren stijlstevens, ook wel luxe motors genoemd. De sluis werd uiteindelijk 26,40 meter lang en 3,15 meter breed. Toegang tot binnenwater Langedijk. Voor 1769 konden grotere schepen niet naar binnen schutten in Langedijk. Wel was er een overhaal voor schuiten. Deze overhaal was gelegen in het verlengde van de Achterburggracht, over de dijk bij de Spieringbuurt. De Spieringbuurt bevond zich tussen de Sluiskade en de Dorpstraat in Broek op Langedijk. Dit schilderij werd gemaakt door Klaas ten Bruggekate. Zijn grootvader Albert was schipper van de Drie Gebroeders, ook een ijzeren Langedijk kofttjalk. Zijn vader was sluiswachter op de oude en later de nieuwe sluis. Klaas zelf had een olie- en scheepsbenodigdhedenhandel in de haven van Broek op Langedijk. Dat ook een hier gewaard was, werd de skuit soms op een soort lorry met een kabel over de dijk heen trokken, er overheen reden. Daarom noemden ze dat ook een overhaal. Voor 1769 was men op een overhaal aangewezen om het Geestmerambacht in en uit te komen. De eerste sluis van Broek op Langedijk dateerde uit 1769 en was oorspronkelijk 3,25 bij 13,60 meter tussen de deuren. Ook deze sluis werd verlengd. In 1876 werd een extra kolk aangebouwd. Hierdoor had men drie deuren, waardoor er meerdere schepen en akkerschuiten tegelijkertijd geschut konden worden. Deze foto geeft goed weer dat een Langedijker, in dit geval een platkopaakje, precies in de oude sluis van 1769 paste. Op deze foto uit 1938 zien we baggerschuiten, die al bezig waren met voorbereiding van de nieuwe, huidige sluis. In het midden nog een akkerschuit waarmee gekloed werd. Het bruggetje lag in de sluiskade. Daarachter ligt de haven van Broek op Langedijk. Rechts de oliehandel van A. ten Bruggekate, tevens sluiswachter, en helemaal op de voorgrond de gemetselde kolom waar de derde sluisdeur aan hing. De Langedijker kofttjalk, het kofschip. De levensloop van een Langedijker scheepje bij de ontwikkelingen in Noord-Holland en rond de Zuiderzee. In 1980 zag oud-schipper Cor van Schorel een oud scheepje liggen.
Aan de vorm zag hij dat het een Langedijker kof was. Het eiknummer bevestigde zijn vermoeden. Het schip bleek te zijn gebouwd in opdracht van Tinus Bruin uit Waarland. Tuinderszoon Tinus Bruin werd op jonge leeftijd schippersknecht op de houten damschuit van schipper Dirk Arends uit Zuid-Scharwoude. Wekelijks voer Arends op Amsterdam en Rotterdam. Ze vervoerden de groenten die waren geveild op de groenteveiling van Broek op Langedijk. Dit is een foto uit 1888. Aan het roer van zijn damschuit Dirk Arends, zittend Neeltje Arends Blom met haar dochter Maartje Arends. Bij de mast aan de fokkerschoot zit Tinus Bruin. Voor, met de kluiverschoot, Kees Arends. Vroeger had ook Alkmaar een scheepsmetingsdienst AR met gegevens van de prachtige damschuit van Dirk Arends, gebouwd in 1850. Dat varen op een houten zeilschip trok Tinus bijzonder aan. En er was nog iets wat Tinus bijzonder aantrok. Maartje, de dochter van zijn baas. Maartje en Tinus werden verliefd. Bijna 8 jaar leeftijdsverschil, maar dat was geen bezwaar. Wel een bezwaar was dat Maartje protestant was en Tinus katholiek. 2 geloven op 1 kussen, daar slaapt de duivel tussen, zo luidt een veelgebruikte uitdrukking. Maar de liefde overwon en Maartje besloot om ook katholiek te worden. Niets zonder Gods zegen, daar was ook de familie het over eens. Tinus werd tuinder en handelaar in groenten. Hiervoor had hij een eigen schip nodig. In januari 1893 liet hij voor 2050 gulden door de gebroeders Boot in Leiderdorp een nieuwe ijzeren Langedijker koftsjalk bouwen. De betaling was in het koopcontract nauwkeurig gespecificeerd. Bij het tekenen van het contract de somma van 100 gulden, bij de levering van de schuit de somma van 400 gulden en de resterende gelden in jaarlijkse aflossing, groot 150 gulden, plus de rente van 5%. Opmerkelijk is dat in het contract niet stond wat de consequenties waren als een van de partijen haar afspraken niet nakwam. Waarom Tinus Bruin zijn schip in Leiderdorp en niet dichter bij huis heeft laten bouwen, is te verklaren. Ongetwijfeld zal zijn schoonvader hem hebben verteld dat de gebroeders Boot in Leiderdorp zeer vakbekwaam waren en prachtige schepen bouwden. Bovendien had men in de Kop van Noord-Holland toen nog minder ervaring met ijzer. Ook bleek er al eerder een dergelijk schip te zijn gebouwd in ijzer voor de heer Romar uit Nieuwenidorp. De nieuwe ijzeren Langedijker van Tinus kreeg de naam Niets zonder Gods zegen en werd in juni 1893 afgeleverd. Voor de duidelijkheid wordt het schip verder in dit verhaal het kofschip genoemd. De tekening werd dus in 1888 door gebroeders Boot in Leiderdorp gemaakt voor het schip van de heer Romar. In 1893 opnieuw gebruikt voor Tinus Bruin. En in 1900 nog eens voor de 3 gebroeders van Albert ten Bruggekaten uit Broek op Langedijk. Op de foto de omslag van het boek Adieu Schipper. Rond 1900 ging men ook in Alkmaar het type Langedijker kof bouwen, getuige deze advertentie. Deze aantekeningen staan op de oorspronkelijke tekening. Albert ten Bruggekaten wilde het schip 1 spant langer dan het op de tekening stond. Dit is de locatie van de scheepswerf Boot in Leiderdorp. Het contract en bouwbestek werden teruggevonden in het oude werfboek. Ze zijn te vinden in het Maritiem Museum in Rotterdam. Het ging schipper Tinus voor de wind. Het geld dat hij het eerste halfjaar had verdiend, was voldoende basis om een gezin te stichten. Het huwelijk tussen Tinus Bruin en Maartje Arends vond plaats op 4 mei 1894 in Zuid-Scharwoude. Vanuit Langedijk werd er ook deklast, zoals vaatjes met zuurkool, meegenomen. Door de toename van de tuinbouw kreeg schipper Tinus steeds meer werk. Ook waren de tuinders tevreden over de prijs van hun producten. Ze bleven hun aardappelen en groenten aan hem leveren en brachten ze niet naar de veiling in Broek op Langedijk. De afstand naar deze veiling was voor de Waarlanders te groot. Een paar uur varen heen en terug nam te veel tijd in beslag. Dit is een afbeelding van Maartje Arends en Tinus Bruin rond 1910. Op de foto links de ouders van Maartje in 1890. Schipper Tinus nam niet alleen zijn eigen aardappelen en groenten mee, maar ook die van andere tuinders.
Zij brachten hun producten met paard en wagen naar de loswal in het kanaal Alkmaar-Kolhorn en aan het verlaat. De aardappelen gingen voorin en de kool achterin het ruim, van elkaar gescheiden door rietmatten. Onderweg had Tinus ook wat vaste klantjes en door de lading handig te verdelen kon hij het gemakkelijk in delen lossen. Op de kool lagen matten met daarop uien. De bewaaruien waren namelijk erg gevoelig, vooral voor vocht. En daarom kwam over die luiken een extra kleed om te zorgen voor een droge overtocht. Op de foto het Niedorper verlaat, dichtbij Waarland. Zo werd het schip geladen, in compartimenten, zodat het onderweg in stukjes kon worden gelost. In 1898 kwam er een nieuwe groenteveiling bij het station Noord-Schaarwoude. Vanaf 5 juni van dat jaar werd iedere dinsdag, donderdag en vrijdag een aardappelen- en groentemarkt gehouden. Bij dit systeem wisten de tuinders direct wat hun producten opbrachten. Door de komst van deze veiling breidde de klantenkring van Schipper Tinus zich uit. Vanaf die tijd vervoerde hij ook de producten van veilinghandelaren. Als er geen transport was, omdat de groenten nog op het land stonden en er geen aanvoer bij de veiling was, werd er gevist op het Wieringermeer of de Zuiderzee. Ansjovisvangst was zeer lucratief en een welkome aanvulling op het inkomen van de schipper. Het ging Tinus zakelijk voor de wind, waardoor hij in 1904 het schip kon laten verbouwen tot motorkof. Want op de smalle binnenwateren had je niet altijd de wind mee. Dan moest er gejaagd en geboomd worden. Met de komst van betrouwbare motoren was men niet meer afhankelijk van de wind. In 1904 besloot Tinus zijn zeilkof om te bouwen tot een motorkof. Die stap zal mede te maken hebben gehad met het feit dat zeilen op de smalle kanalen in Noord-Holland erg lastig was. Opkruisen was niet mogelijk en als men al kon zeilen, dan moest er op de terugweg vaak gejaagd of geboomd worden. De gloeikop dieselmotor van slechts 10 pk, een liggende rennes, woog al met al ruim 1500 kilo. Het schip kreeg daardoor minder laadvermogen en kwam zelfs achterover te liggen. Ter compensatie van het verlies aan laadruimte verhoogde de firma Stoel uit Alkmaar de Den. Het achterschot werd naar voren gebracht en het houtwerk van de vroegere roef werd ook naar voren verplaatst. Verder werd ook een laadtuig aangebracht waarin een hulpzeil kon worden gehangen. Bij gunstige wind kon de motor stationair worden gezet en kwam dit zeil goed van pas. Ook toen was de brandstof al duur. De totale kosten van de verbouwing bedroegen 2600 gulden. Het was voor Schipper Tinus een hele investering. Maar gelukkig bleef het hem, ook met motor, voor de wind gaan. De motor van 10 effectieve paardenkrachten. Ingebouwd bij scheepswerf Nicolaas Witsen, de firma Stoel, in Alkmaar. Het achterschot werd 2 spanten naar voren verplaatst en de den verhoogd. Het achterschot ging 2 spanten naar voren om ruimte te maken voor de motor. Dat kostte natuurlijk wel laadvermogen. De zeilmast werd vervangen door een laadmast met een hijschiek en een lier. Zuurkoolvaten en zakken piepers konden nu makkelijk aan boord worden gezet. Het was een druk bestaan. Tuinder, schipper, visser, handelaar en vader. Er is nog een brief bewaard gebleven waarin hij aan zijn vrouw schreef over de gele kool. Daar ging het niet best mee. Deze foto is van rond 1905. Het kofschip liggend aan de Rottekade in Rotterdam. Tinus met zwarte hoed en de kooplui op de oever. Hier een uittreksel van de zogenaamde liggers van de scheepsmetingsdienst. Geregistreerd onder nummer AR88 met alle gegevens van het schip. In september 1915 overleed zijn Maartje plotseling aan een hartaanval. Ze was slechts 42 jaar oud. De oudste dochter, Neeltje, was nog maar 15 jaar en nog te jong om voor het gezin te zorgen. Tinus wilde die verantwoording niet op de schouders van dochter Neeltje laten rusten. Hij besloot een huishoudster te nemen. Ook verkocht hij het schip. De nieuwe eigenaar was snel gevonden. Op 1 oktober 1915 kocht Cornelis Boot uit Zuid-Scharwoude de motorkof voor 2250 gulden. Kort daarna trouwde Tinus met zijn huishoudster. Als zoon van schipper Jan Boot uit Zuid-Scharwoude
die met een in 1865 gebouwde houten damschuit voer, groeide Cornelis Boot op met een droom. Een eigen schip. In 1915 werd die droom werkelijkheid, met de aankoop van dit kofschip. Cornelis bedacht een nieuwe naam. Het werd de Drie Gezusters. Hij had namelijk drie dochters. Net als zijn voorganger en zijn vader vervoerde Cornelis aardappelen en groenten naar de steden. En in het voorjaar viste hij vanuit Kolhorn op ansjovis. We zien hier de stamboom van de familie Boot, die het schip zou houden tot 1999. Het schip wordt opnieuw gemeten en krijgt nu eiknummer AR577N. Dat staat voor Alkmaar 577 Nederland. In 1922 werd het kofschip met 5 meter verlengd en ging het laadvermogen van 20 naar 33 ton. Dat kon nadat de sluis in Alkmaar was verlengd. Cornelis heeft die aanpassing niet voor zichzelf laten doen, maar voor zijn zoon Klaas. Klaas ging in 1925 met zijn vrouw op het schip wonen. Hij had inmiddels zelfs een roefje op het voordek laten bouwen. De naam veranderde hij in Cornelis. Weer een jaar later verhuisde Klaas met zijn schip en gezin naar Friesland en verhandelde daar groenten. De groenten en piepers werden met het spoor en via de veerdienst Enkhuizen Stavoren aangevoerd. Daar werd alles in het kofschip geladen en op markten in Friesland verhandeld. Het spoorpont Stavoren-Enkhuizen heeft gevaren tot 1936. Complete treinstellen werden aan boord gereden en zo de Zuiderzee overgezet. Nadat dit spoorpont in 1936 werd opgeheven, werd het opgebouwd tot het KOF, het Koninklijk Onderwijsfonds, voor de scheepvaart. Het spoorpont had duidelijk stoommachines als voortstuwing. Op dit oude briefpapier van de Broeker Veiling zien we diverse type akkerschuiten en vrachtschepen liggen. Dit zijn oude opnamen waaruit de enorme bedrijvigheid rond de veiling blijkt.
voortreffelijke smaak en gewildheid niet in de laatste plaats te danken aan de fijne Hollandse groenten die daarin verwerkt zijn. Denkt u bijvoorbeeld eens aan Maggi's groenten met vermicellisoep en groentesoep, aan Maggi's rijst julienne en julienne soep. Met het binnenhalen der oogst is de landbouwer nog niet klaar. De kool wordt daarna op schuiten geladen en keurig opgestapeld, ten einde op de veiling verkocht te worden. De vaart er naartoe biedt ons mooie vergezichten. Hier wordt de kool door het kritisch oog van de inkopers gekeurd. De klok in werking wijst een steeds lagere prijs aan. Wil een inkoper een bepaalde prijs besteden, dan drukt hij zo snel mogelijk op een knop voor hem in de bank. Is hij de vlugste, dan wordt een lichtje met het nummer van deze inkoper naast de veilingsklok zichtbaar. De koop is gesloten. Wat een bedrijvigheid op het water. Hier leert men pas de betekenis en de omvang van de groenteteelt in deze streek kennen. In de stille tijd, mei, juni en juli, als de handel in bewaargroenten was afgelopen en de nieuwe oogst nog op het land stond, werd het kofschip gebruikt voor de visvangst vanuit Kolhorn. Tijdens de vangstperiode werd het ruim van het schip omgebouwd tot woonruimte voor het gezin van de schipper. Visvangst was een zeer welkome aanvulling op het inkomen. Hier het plukken en zouten van de ansjovis. De vis werd uit de netten geplukt en ingezouten in vaatjes. Dit is de visjol van de familie Boot aan de kade in Kolhorn. Als men aan wal kwam, was er ook weer volop werk, zoals het repareren van de netten. Dat er met de Langedijker scheepjes gevist werd, was niet nieuw. Ooit lag Langedijk aan de oever van de Waard, nu polder Hirugowaard, en had Broek op Langedijk zijn eigen vissershaventje. De sluiskade aan de haven van Broek op Langedijk wordt nog steeds Spieringbuurt genoemd. Rond 1900 hadden de scheepjes lettertekens en visserijnummers, zoals Bol 1. In 1911 werd voor de visserij op de Zuiderzee een hernummering doorgevoerd, waarna ook Langedijkers de letters KH voerden. Eigenlijk vanzelfsprekend, omdat de Langedijkers al jaren vanuit Kolhorn visten. Met de komst van de afsluitdijk in 1929 kwam er ook een einde aan de ansjovisvangst. Schippersgezinnen woonden aan boord en visten met hun jol. Linksonder het kofschip en de enig overgebleven visjol van Kolhorn, de KH44, die vroeger beide eigendom waren van de familie Boot. Dit is een bijzondere plaat uit de Niestad-collectie. Rechts de vrouwe Alida tijdens de visserijperiode. En ook dit is een Langedijkerschip. En hier de voorpagina van het boekje Plukken en Zouten, met een afbeelding van de Bol 1. De Langedijker vissersvloot met bekende Langedijker namen, zoals Abraham Schoon met de Bol 2. Een grappig detail uit het boekje Plukken en Zouten. Het oude zeil van visser Jan Smak werd tot 1990 gebruikt om piepers tegen de vorst te beschermen. Rechts, in 2017, lagen jol en kofschip gezamenlijk aan de schuitenhelling aan de sluiskade. Een weerzien na 100 jaar. Vrachtwagens doen hun intrede, het vervoer over de weg neemt toe. En dat betekent minder werk voor schippers.
Het is 1935. Een moeilijke tijd breekt aan. Er komt een oproep van schippers tot steun. Door de aanleg van de afsluitdijk en daardoor het wegvallen van de lucratieve ansjovisvangst verviel een belangrijke inkomstenbron. Tegelijkertijd nam het vervoer over de weg toe. En dat terwijl de crisisjaren ook hun sporen al lieten zien. Daarom ging Klaas in 1930 bij de Zuiderzeewerken solliciteren. En hij had geluk. Hij werd aangenomen, inclusief zijn schip. Klaas ging meewerken aan de drooglegging van de Wieringermeer. De visjol werd omgebouwd tot werksloep en het kofschip werd een waterbunkerschip. In het ruim kwamen voor en achter waterdichte schotten en het ruim werd gecementeerd, dat wil zeggen met een laagje vette cement ingesmeerd, waarna het geschikt was als waterbunkerschip. Het drinkwater was bedoeld voor de arbeiders die werkten op de zompige bodem van de Nieuwe Polder, aan de cultivering van het nieuwe land. In de Tweede Wereldoorlog kregen de polderwerkers eerst vrijstelling van de Duitsers. Maar toen ze arbeiders nodig hadden, moest men toch naar Duitsland. Zoon Cornelis ging onderduiken, maar werd in 1944 tijdens een razzia opgepakt en te werk gesteld in Duitsland. Gelukkig kwam hij ongeschonden weer thuis. Onder de luis, dat wel. Na de oorlog bleef het kofschip dienst doen als waterschip. De zoon van Klaas, Cornelis, kon met het werk mee verhuizen om de Noordoostpolder aan te leggen. Hij verhuisde met het kofschip naar Zwartsluis en kocht daar ook een woonboot. Hier is te zien hoe de afsluitdijk werd gemaakt. Door de komst van de afsluitdijk raakte de waterhuishouding op Urk compleet van slag. Het eiland Urk had vroeger zijn eigen zoetwatervoorziening, door de regengoten op waterputten aan te sluiten. Zo had de kerk een flinke waterput. Het grondwater van Urk zakte weg in de Noordoostpolder, die 5 meter diep was. Om aan zoet water te komen had men waterboten nodig. Die voeren dan de IJssel op tot Kampen. Vervolgens lieten ze het schip vollopen door een afsluiter in de bodem van het schip open te draaien. Als het ruim vol was, brachten ze het zoete water op Urk aan wal, waarna de huisvrouwen het kochten per emmer of kregen op de bon. Het kofschip werd hiervoor in 1946 en 1947 gebruikt, totdat op Urk de waterleiding kwam. Urk lag pal naast de Nieuwe Polder. We zien hoe diep de poldersluizen zijn en dat er gedraineerd moet worden na de drooglegging. Door het werken bij de inpoldering werd ook het technisch talent ontdekt van Cornelis Boot. Cornelis kon vrijwel alles maken. Lassen en improviseren op en rond het water was hem op het lijf geschreven. Het kofschip werd nadat een waterboot niet meer nodig was, steeds meer een werkschip, met in het ruim een werkplaats.
Het schip deed alle voorkomende werkzaamheden. Met een lastdiesel aan boord en zelfs een hijsbok op de boeg werd het een multifunctioneel vaartuig dat bij talrijke klussen kon worden ingezet. Het schip is langzaam geworden tot werkschip bij inpoldering en baggerwerken. In 1952 ging het vermoeide schip met pensioen en werd naar Zwartsluis gevaren. De motor werd eruit gehaald en kwam te liggen bij de woonark van Cornelis Boot. Soms werd er nog een klusje gedaan, maar het was vooral de schuur van de woonboot. Het ventje op de voorgrond is Evert Boot. Evert zou er later voor zorgen dat het schip weer terug zou keren naar Langedijk. Cor van Schorel zag het schip in 1980 liggen en zo begon ook de zoektocht naar de levensloop. Cor had een goed beeld van het schip en de geschiedenis. Samen met Cornelis en later zijn zoon Evert maakten ze een restauratieplan, met als uitgangspunt de eerste grote verbouwing met motorinbouw in 1904. Het eerste werk was het verwijderen van het ingelaste deel uit 1922. Evert Boot was lasser op de scheepswerf in Zwartsluis. Evert kortte het schip in naar de oorspronkelijke lengte. Door omstandigheden kwam de restauratie helaas niet verder. En in 1999 belde Evert met Cor van Schorel of hij een oplossing wist. Scheepsbouwer Nico Vader kreeg dit alles te horen en zei: "Het zou jammer zijn als dit scheepje, de drager van dit verhaal, verloren zou gaan." Nico reisde af naar Zwartsluis om te gaan kijken. Conclusie: een gigantische klus om er weer iets van te maken. Aan de andere kant, een mooie vorm, een complete historie van het oudste Langedijker scheepje dat nog bestaat. Dat gaf de doorslag. En Nico dacht, als het eerst maar in Langedijk ligt, dan zien we wel verder. Er werd een prijs afgemaakt en in het najaar van 1999 werd het motorloze schip met de zeilschokker van Nico naar Langedijk geduwd. Bijzondere voorwaarde was dat Evert het recht van eerste koop zou houden. Via de randmeren, het IJmeer en de Zaan kwam het schip in Langedijk aan. Van alle kanten kwamen er enthousiaste reacties. De restauratie werd voorafgegaan door een grote schoonmaak en het slopen van allerlei aanpassingen die ooit waren aangebracht, maar al lang geen dienst meer deden. Het werk liep voorspoedig en de romp met motor was begin 2000 zover dat het schip herdoopt kon worden, vlak voor het nautisch evenement Coal Sail, dat om de 5 jaar in Langedijk wordt gehouden. De nieuwe naam werd het Kofschip. Tijdens de doop waren er mensen van de Federatie Oude Nederlandse Vaartuigen naar Langedijk gekomen, die het schip de status van varend monument gaven. Een certificaat met wimpel werd overhandigd. Die aandacht en stukjes in de krant zorgden er ook voor dat nazaten van de eerste eigenaar, Tinus Bruin, naar het schip kwamen kijken. Zij konden ook nieuwe informatie uit die eerste periode verstrekken. In 2018 kwam zelfs de bouwtekening boven water. Het ruim is opnieuw ingericht. Nu niet meer voor bewoning, maar voor recreatie. Het scheepsbeeld is teruggebracht naar de situatie zoals het rond 1910 was, als gemotoriseerde Langedijker kof met laadtuig en steunzeil. Hier ligt het schip bij de Waag in Alkmaar. Een stukje film over het oorspronkelijke gebruik als vrachtschip. Er gaan ook nog een paar mensen mee, omdat er in die jaar nog kwalijk auto's waren. En, nou ja, het schip vaarde toch. Thank you.
In Alkmaar, weer die prachtige waagtoren staat, gaan de moeders met de kinderen de stad in om boskippen te doen. Vervoerders houden de handel op. Als dat beurt is, wordt er meteen weer nieuwe handel inladen, want je moet als kipper vanzelf heen en terug vracht hebben. Bier, kijs, klompen, afijn, noem maar op. Tijdens vaartochten is het schip een graag geziene gast door heel Nederland en wordt de Langedijker cultuurhistorie door dit verhaal levend gehouden. In 1991 beschreef mevrouw Atsma Boot, toen 81 jaar oud, wat ze nog wist over de geschiedenis van het schip van haar opa. Hier is een overzicht van bronnen die dit verhaal bevestigen.